Ik heb even een setting gemaakt. Ik heb hier zo'n ladder eigenlijk en van die bolletjes omheen doen. Zin in? Yay, doei, lekker eten. Zit ik hoor met mijn bonje. Nou, we hebben net een mukbang opgenomen. Ja, eigenlijk net. Alles is op. Ja, dat ga ik je zo laten zien. Ik heb een pakketje ontvangen. Vandaag maandag. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe weekvlog. Ik kom net van mijn vriend vandaan. En ik kan het echt even niet aan. Maar oh, dit is toch niet te geloven. Ik voel me echt zo slecht. Ik kan gewoon niks eten zowat. Ik ben knijtermoe. En mijn buik kan het niet aan. Echt, ik kan echt even helemaal niet aan. Ik voel me echt zo slecht. Dat is echt niet normaal. Dat heb ik echt helemaal niet vaak. En echt een zere keel. Ik weet niet of je dat kan horen. Maar goed. Ik wil niet in bed gaan liggen. Ik wil niet niks gaan doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat vind ik tijdsverspilling. Dat ga ik nog wel een keer doen. Maar ik heb nog wel wat beters te doen. Ik wil namelijk mijn kamer even opruimen. Ik ga vandaag foto's maken. Of tenminste, dat wou ik wel. Voor United Wardrobe. Want ik heb echt dus fucking veel kleren. Echt, hoe ga ik dit ooit gaan doen, joh? In één middag. Eén ochtend, sorry. Het is echt superveel. Dus dat ga ik ook even uitzoeken. En dan wil ik met mijn ringlamp foto's gaan maken en zo. Ik heb vanmiddag rijles van 2:30 tot 3:30. Moet werken van 5 tot sluit. Dus dat is... Oh, ik ben helemaal buiten adem. Ik kan niet. Kijk dan, dit verschil trouwens. Oh, maar dit zit dus helemaal... Het past niet eens meer erin. En mijn geliefde witte spijkerbroek gaat ook weg. Met gaten in de knie. Maar komt dat ik daar gewoon niet meer in pas. Echt niet gewoon. Ik heb even een setting gemaakt. Ik heb hier zo'n ladder eigenlijk. En dan van die bolletjes omheen doen. Voor de foto. En dan hier zo'n vachtje. En dan kan ik hier outfitfoto's maken. Dus top. Outfitfoto's maken. Trouwens, hoe leuk is deze trui? Ik ben echt verliefd op deze trui van Lily. En dus mijn leren broek heb ik aan. Maar dit had ik gisteren aan. Dus dan had ik het nu ook aan. Want ik had geen zin om kleding mee te nemen naar Laurens. En mijn sterrenketting. Dus ik ga nu foto's maken. Oh, ik heb kerstmuziek op de radio. Echt, ik word hier zo gelukkig van. Jee. Oh, ik zie er niet uit. De spiegel staat echt vies, zie je dat? Maar ik ga nu rijden. Ik heb net eigenlijk de hele tijd in bed gelegen als sprintje genomen. Ik voel me nu al beter. Oh, het is super hard. Het is super koud. Echt niet grappig gewoon. Dus ik ga nu rijden. Ik durf mijn jas aan en dan komt hij er elk moment aan. En daarna ga ik nog wat dingen opruimen en zo, want dat heb ik nog niet gedaan. En ga ik werken en eten. Dus dat is wat ik ga doen. Ik heb het echt super koud. Ik bevries bijna. Nou, ik ben thuis. Ik kom net van rijles. En mijn keel is echt een en al verrotheid. Als ik slik, dan doet het al zoveel pijn. Dus ik ga zo even heel veel thee zetten. Ik heb net dus foto's gemaakt voor jullie naar het wardrobe en mijn kledingaccount. Je ziet het niet eens. Die bak moet ik ook nog naar boven houden. Dat wordt echt een hele uitdaging. Ja, ik ga even niet veel meer praten. Want het doet echt super veel pijn. En dat is niet de bedoeling. Dus ik ga even thee maken en zo. Dus dat is wat ik ga doen. En nu moet ik die bak naar boven brengen. En je wil niet weten hoe zwaar dat is. Want er zit onder. Meer nog veel kleding in. Zo, nou, mijn kamer is weer helemaal netjes en zo. Of zit aan de lader. Oké, ik zie even allemaal vlekken. Wow. Hoe schattig is dit gouden kleine pakketje? En daar moet ik nog even een foto van maken. Deze ga ik verkopen. Deze gouden riem, want ik draag eigenlijk alleen maar zilver. Dus dat. Maar ik zit even te twijfelen over mijn kerstboom. Dus ik denk dat ik dat woensdag of zo even ga doen. Want dan is mama ook thuis. En zij weet wel waar al mijn versieringen liggen. Want zij heeft boven het laatst alles opgeruimd. En dan weet ik niet waar alles ligt. Ik ga even het pakketje fixen en dan... Even thee maken met heel veel honing. Ik heb even starten gedaan. Maar ik ga trouwens ook zaterdag moet ik werken tot 1. Want ik heb verlof gevraagd in de middag. Want ik ga met Lisa naar Introtime. Want zij heeft rijbewijs. Dus ik kan ze mooi rijden. En daarna wil ik nog een car mukbang opnemen van McDonald's. Maar ik heb geen statief voor deze. Dus ik weet niet echt hoe we dat gaan doen. Maar ik bedenk wel wat. En dan s'avonds ga ik met Marit weer. En dan gaan we naar de bios. Want dat heb ik nog voor mijn verjaardag. Als cadeau was dat van haar. Had ik gekregen. Ik kom tussen even mijn ietsje dicht zo. En ja, nou dat leek ons even leuk. En dan gaan we naar Zwaar Verliefd, want ik wil heel graag naar die film. Ik ga even dit allemaal naar beneden brengen. Dit is trouwens van vrijdag nog. Niet dat je denkt, goh, wat heb jij nou weer zitten vreten? Nee, dat is nog van Laurens. Dus zo, ik heb me even snel omgekleed en een klein beetje een touch-up gegeven. En ik ga nu snel naar werk toe. Jullie zien me morgen. Ik denk niet dat ik vanavond nog ga vloggen, want ik wil dus eigenlijk direct naar bed. Ik ben kapot. Dus. Werk heeft het allemaal niet verbeterd. Ik voel me zo... slecht. Ik heb dit echt sinds tijden niet in gehad zo. Ik hoop dat het morgen over is. Ik heb net al paracetamol gehad. Water gedronken. Ik heb geprobeerd nou, niet te veel die koeling en alles in te ademen. Maar ja, als je in de koeling staat is het ook niet gelijk om die koude lucht in te ademen voor je keel en zo. En net zien jullie dit bij me als ik begin met vloggen dat ik ziek ben. Maar ik ben echt zelden ziek. Misschien 1 keer in het jaar. Dus ik heb vandaag ook niet veel gegeten. Ik heb vanochtend alleen yoghurt gehad.
en avondeten gehad. En dat avondeten was een rode kool, stampot of zo, weet ik veel, met een worstje. Maar dat kreeg ik ook niet op. Lekker lullen, ik ga gewoon gelijk slapen, want dat is het beste. Ja, dat is wat ik ga doen. Doei. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben net wakker. Zoals je kan horen ben ik helemaal verkouden en zo. Ik heb een oorontsteking aan mijn linkeroor, maar ik moet wel naar school. Want we hebben een nieuwe, sowieso, ik heb bijna geen lessen. Dus om dan niet naar school te gaan vind ik gewoon zonde, omdat ik gewoon bijna al geen lessen heb. We hebben een nieuwe introductie van onze projectweek. Of projecttijd, ik weet niet hoe lang dat duurt. Ja, als ik die al gelijk mis, dan mis ik eigenlijk al het grootste deel. Dus dan kan ik bijna niet meedoen aan het project. Dus ik ga wel gewoon naar school. Volgens mij gaan we een film kijken in een theater of zo en dan een uitleg. Dus ik vind het helemaal prima. Als ik dan thuis kom, ga ik gelijk naar bed, want ik wil beter zijn. Nou, ik ben thuis. Wat een poepdag, zeg. Ik zie er niet uit, I know. Ik duik nu gelijk mijn bedje in. Het was ook echt kut. Ik dacht, ik ga naar school, want we krijgen een project uitleg en dan film kijken en zo over het onderwerp. Maar dat is niet het geval. We gingen letterlijk alleen film kijken en we konden weer weg. Dus ik had ook thuis kunnen blijven en die film thuis kunnen kijken. Maar ja. Dus daar baal ik echt van. En ik moest net op de fiets van het station. En, toen was mijn knoop er niet meer op mijn jas. Dus ik kon mijn jas ook nog niet eens dicht doen. Echt een poepjas, geen grap. Hij heeft zoveel gaten en die knoop lag helemaal los. Nou, die is er nu af. Dus ik kan ook allemaal nieuwe knoops erop gaan zetten. Die gaatjes laten maken. Nou, voor dat prijsje waarvoor ik hem heb gekocht, of prijsje, is het echt het geld niet waard. Dus... Ik duik snel bed weer in. Ik heb een banaan, kuppensoep, kippensoep. Zoals goed voor je. En 2 eitjes. Dus dat ga ik nu even opeten. En ik ga gelijk naar bed. Zo, het is alweer 's avonds. En ik voel me al een klein beetje beter. Dus ik heb eigenlijk ook niet veel gevlogd. Dus sorry daarvoor. Ik ga me even douchen. Het is 8:30. Ik heb nog wel koorts en oorontsteking. Maar ik kan er wel gewoon wat meer eten, zeg maar. Ik heb dan ook eitjes net gegeten als eten. Ik ga nu even douchen. Want dat... is wel even nodig, vind ik wel fijn. Ik doe heel veel mijn raam open, want ik heb nu eigenlijk heel erg warm. Dus ik kan het even een beetje doorluchten, maar ik had de hele dag heel koud, dus daarom heb ik hem dicht. Het was net een beetje aan het sneeuwen, nee, natte sneeuw. Echt niet veel, anders ging het wel veel, maar ik hou van sneeuw. Dus dat is wel stom, want ik dacht helemaal dat het ging sneeuwen, maar dat viel dus eigenlijk wel heel erg mee. Ja, ik heb het heel erg warm, dus ik ga nu gelijk even een koude douche nemen. En dan duik ik mijn bedje in. Dus dat is wat ik nu ga doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en ik moet naar school van 1:15 tot 4:30. Kort en zo is het volgens mij wel verbeterd, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En ik hoop dat dat ook zo blijft, zeg maar, of dat het in ieder geval nog beter wordt. Ik ben gisteren heel erg op tijd naar bed gegaan. Het was echt gisteren een hele saaie dag, want ik heb echt alleen mijn bed gelegen. Ik heb niet eens Ukkie zo ook schoongemaakt. Dat ga ik sowieso vandaag morgen doen en niet later. Dus dat komt zeker goed. Ik ga me wel even opmaken, want dan voel ik me toch nog wat beter of zo. Want anders voel ik me al helemaal een dode vogel. Dus ik ga me wel even opmaken en ik heb ook andere sieraden in gedaan. En een sterretje, ik weet niet waar die van komt. Ik heb echt duizenden sterroorbellen een keer ontvangen. Zo, ik heb me even opgemaakt. Volgens mij zie ik nu al wat beter uit. Maar mijn wenkbrauwen wouden ook echt niet meewerken, maar boeien. Ik laat jullie even snel mijn outfit zien. Deze komt van Lily. Deze leren broek van de Bershka. Ik doe al nog even mijn Most Wanted schoentje eronder. Wanneer niet, echt mijn favoriete laarsjes. Deze. And then I'm good to go. Mijn tas heb ik al ingepakt. En ik moet alleen mijn laptop er nog even in doen. Dus ik ga nu even mijn haar stellen. Zo jongens, ik heb net even de plus video geëdit. En helemaal afgeëdit. Ik ga nu even snel een thumbnail maken. Want ik moet over 10 minuten ongeveer weg naar school. Dus ik kan ook in de trein een thumbnail maken. Dat ga ik denk ik in de trein doen. Dat vind ik wel leuk. Ik ga even mijn pakketje ready maken. Want die gaat dus nu weg. Daar ga ik eerst naartoe. En dan ga ik direct door naar school. Naar het station. En dan ga ik naar school. Lange dag. En ik moet nog even eten maken. Dus ik moet nog even wel wat doen. Dus ik moet nu echt even gaan. Zo, ik ben alweer thuis. En ik kom net van school. Ik heb net even snel avond gegeten. En ik moet nu er vandoor. Want ik ga sporten. En ik heb trouwens mijn brilafdruk hier. En het lijkt alsof ik echt een rode bek heb. Ik weet niet hoe dat komt. Maar goed. Ik heb mijn sportoutfitje al aan. Sport-BH is volgens mij van de Primark. Dit is een hemdje ook. En mijn sportlegging van Adidas. En mijn Nike sportschoenen. Ik ga vrijdag allemaal nieuwe sportleggings en kleding bestellen. Ik ga nu sporten en dan vanavond het perfecte plaatje terugkijken. Morgen vroeg beginnen. Ik moet morgen van 9:15 tot 11:15. Echt super chill. En daarna heb ik weekend, want ik ben vrijdag ben ik vrij. Oh, trouwens, ik voel me al echt een stuk beter. Ik denk dat jullie ook wel merken aan mij. Mijn keel is zo goed als genezen.
nog soms wel dat het vast zit of soms even pijn gaat doen. Maar dat heb je altijd met keelontsteking of whatever. Mijn oor daarentegen, die is nog wel ontstoken, maar dat boeit me niet. En qua lichamelijk voel ik me eigenlijk gewoon prima. Dus ik kan wel gewoon sporten, alleen mijn oor werkt niet echt mee. Maar het gaat vanzelf alweer over, dus ik maak me daar niet druk om. Komt helemaal goed, ik ga het nu snel van deur, jongens. Nou jongens, ik ben thuis, ik ben helemaal kapot. Ik kan mijn armen niet eens omhoog doen. Mijn god, wat zit er in mijn haar? Ja, we moesten gewicht hebben en whatever, allemaal dingen. Dat was heel goed. Ik heb zwaarder gedaan dan ik dacht. En dat nog binnen de tijd behalve, dus ik ben helemaal blij. Alleen ik kan niet meer bewegen. Nu even mijn make-up eraf en dan ga ik lekker zo'n glas met water maken ofzo. En dan ga ik gewoon een lekker perfecte plaatje kijken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb weer echt super last van mijn keel. En ik ga snel eten en dan ga ik er vandoor. Zo. Ik heb mijn haar gedaan. Ik heb heel veel droog shampoo in gedaan. Want mijn haar is best wel vet. Dus dat moet ik ook nog even doen. En ik sta voor de spot. Daarom ben ik blauw. Ik heb een truitje aan. Die is lichtroze van de Bershka. En mijn flare pants van die zwart van de Sting. Ik ga waarschijnlijk vanmiddag nog even terrasjen met mensen uit mijn klas. Omdat we gewoon heel vroeg vrij zijn. En dan gewoon even gezellig. Moet ik 's middags Ukkie nog de hok schoonmaken. Ik wil nog beginnen met theorie. En ik wil mijn kamer nog even opruimen. Vanavond ook nog naar papa. Ik heb op zich nog wel genoeg te doen. En ik wil ook nog mijn vlog editen. Maar morgen ben ik gelukkig vrij. Dus dan kan ik ook nog dingen doen. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga even schoenen aantrekken. Gewoon mijn laarsjes weer. En dan ga ik van. Zo mensen, ik ben alweer thuis. Het is inmiddels alweer bijna 2:30. En nu ben ik dus thuis. Ik heb nog even oliebol gegeten. Ik moest nog een foto maken voor een campagne voor morgen. Voor Black Friday. Dat komt morgen op mijn Instagram account. Dus ik ging nog oliebol eten en nu ben ik thuis. Ik ga even één opdracht doen voor school. Dat heb ik zo klaar, want ik heb hem eigenlijk al af. Dus dat moet ik even inleveren. Vanavond ga ik niet naar papa, want hij is heel laat thuis. Dus dat gaan we helaas niet redden. Anders zou ik dus altijd op donderdag naar papa gaan. Maar dat gaat niet door. Dus ik blijf vanavond gewoon even thuis met mama. Ook gewoon gezellig natuurlijk. En dan ga ik nog even mijn vlog editen en dan vanavond expeditie Robinson kijken en pizza eten. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik heb nu op weekend, heerlijk, om 2:30 op donderdag. Alles is gedaan, alles is ingeleefd. Dat is lekker klaar nu. Nu ga ik Ukkie's hoofd schoonmaken. Dan ben ik mooi om 4 uur klaar. Het is nu 3 uur, dus dat heb ik lekker snel gefixt. En dan ga ik de vlog editen. Wat ik nu ga doen, ik hou lekker mijn kerstmuziek van mijn laptop aan. Die zet ik gewoon in de schuur. En dan ga ik eens even Ukkie wakker maken. Even de lamp aan. Kijk hoe donker het is. Het is echt niet normaal, hè. Om 3 uur. Ukkie, schatje wordt schoongemaakt. Zo, lekker oranje. Is dat altijd zo weer op? Nou, we doen er een pindaatje bij. Let's go. Yo. Ja, daar komt hij wel, hè. Bon appetit. Kijk, gelijk weer vreten, zoals altijd. Het is echt niet normaal. Haar zit half in de staart of niet. En ik heb even, omdat hij dus de bal helemaal niks vindt, dan pist hij altijd alles onder en poept hij allemaal onder. Dus heb ik even de bak kookt heet gedaan, afwasmiddel erin. Laat ik het even lekker erin zitten. Het is al helemaal schoongemaakt, zodat je niet denkt, goh, ze doet een vieze bal erin. Nee, ik heb het al afgewassen en nu laat ik het nog even een beetje weken. En het is 3:30, dus dat is lekker snel gedaan. En morgen moet ik van mezelf echt theorie doen, maar dat ga ik echt wel doen. Oeh, sorry. Dus ik ga even de vlog editen. Nou, dat heeft mijn SLB snel gedaan, want mijn opdracht is al nagekeken en hij is ook al gewoon goedgekeurd. Dus daar ben ik ook klaar mee met kwartiel 1. Het enige wat ik dus voor kwartiel 1 nog overnieuw moet doen is coderen in de toets. En dat is dan, dat krijg ik dan in mijn volgende tentamenweek gewoon een extra toets. En dat is dus coderen. Vind ik niet zo erg, want kijk, als je dat nu gewoon een beetje bijhoudt, het is geen leertoets. Dus het is niet dat je extra tijd nodig hebt in het leren ofzo. Het is letterlijk begrijpen en snappen en doen. Dus dat is super chill. Dus nou ja, daar ga ik gewoon mijn best voor doen. En meer kun je niet doen. Dus dat is het enige wat ik moet herkansen van deze eerste kwartiel. Yes, en ik ben blij met mijn taken voor vandaag. Ik ben echt blij dat ik lekker weekend heb. En gewoon mijn ding kon doen met opdrachten net. En ja, ik weet niet. Ik voel me goed. Yes. Zo, ik ben heel erg blij. Want ik heb de vlog geëdit. Of nou ja, gewoon geëdit letterlijk. Ik moet alleen nog, of geknipt en geplakt. Ik moet alleen nog sound effects en leuke tekstjes en zo. Maar dat kan morgen en dan ben ik zo mee klaar. Ik heb helemaal spierpijn. Ik ga even lekker douchen. Mijn haar wassen, dat is nodig. Ik heb alleen geen kut, ja. Ik heb geen zilver shampoo meer. Ah, nee. Nou ja, dat ga ik nu even lekker doen. Ik heb trouwens nog een cijfer binnen. En
Daar ben ik niet heel blij mee, maar het is wel gewoon voldaan. En voldaan is voldaan. Ik heb een 6 voor mijn filmposter. En als ik 2 punten meer had, had ik een 7. Dus ik baal echt, maar... Weet je, ik heb hem gehaald. En wat ik laatst ook in mijn vlog zei, een 7 is hetzelfde als een 9. En een 9 is hetzelfde als een 6. Dus gehaald is gehaald bij ons. Dus ik ben helemaal tevreden, want ik hoef nu alleen online. Daar ging de bel. Echt zo vaak gaat de bel random in mijn vlog. De bel gaat nooit en als ik vlog gaat die. Maar nu hoef ik alleen online op dit moment te herkansen. Nu wachten we alleen nog op beeld en kunst. Maar die is wel goed gaan, denk ik. Ik ga even douchen en expeditie kijken. Beeld en kunst staat er op mijn laatste tentamen. Ik krijg zoveel stress van mijn klas. Opeens zeiden ze dat. Oh, ik heb een hard aanval. Oké. 45% had hem gehaald. Wow, ik heb een 9. Oh. Ik heb een 9. Oh mijn god, yes. Goedemorgen. Kijk hoe leuk die lampjes. Ik hou ervan. Het is vandaag vrijdag en ik ben vrij, zoals jullie weten. Ik was alleen al 7:45 wakker. Ik kon niet slapen meer. En ik heb heel veel spierpijn. Dat is echt niet normaal. Mijn keel is echt de hele week al aan het kutten met mij. Het schiet niet op. Mijn oor zo is volgens mij allemaal wel weer beter. Tenminste, ik heb niet echt heel veel last van ofzo. Maar mijn keel echt. Ik voelde het gewoon gisteravond toen ik expeditie keek. Voelde ik gewoon al die pijn opkomen. Het is vandaag Black Friday. Daar heb ik zeker even van geprofiteerd. Mijn kerstoutfit van die ik wil, glitterpak. Die is nog niet aangevuld, dus die kan ik nog niet bestellen. Ik heb wel Boohoo een bestelling gedaan. Dat laat ik nog wel in de vlog zien. Die zien jullie volgende week dan. Wat ik heb besteld. En ik heb ook nog een Fudge Toner Zilver Shampoo gekocht. Dus niet alleen de zilver shampoo, maar de toner daarvan. En de toner is super goed, want dat maakt het weer helemaal grijs en zo. Dus die heb ik ook besteld, maar die is ook best wel duur. Vandaag ga ik nog even theorie leren. Ik ga straks even mijn kamer opruimen, want het is echt één bende. Je kan het niet zien, maar daarachter, voor mijn spiegel, daar is het echt een ploft. En op mijn bureau ook wel. Zo, ik ga even kerstsokken aandoen, want het is super koud. Ik had trouwens hier net een puntje tampen staan. Lekker Floor. Ik had deze van mijn vriend gekregen. Hij ging toen naar de Mac met de kerst. En toen kreeg ik van die kerstsokken en ik wou dat zo graag. En toen had hij ze aan mij gegeven als verrassing. Vorig jaar alweer, heel lang geleden. Maar ik ga zo even gedichten en zo en alles uitprinten. Want ik heb allemaal gedichten gemaakt voor een loodje zo met vriendinnen. Oh mijn god. Oh, en ik wil ook nog even mijn vlog afediten. Met die sound effects en whatever. Nou, gekke bende. Oh, ik zie er echt niet uit. Ik ging net theorie-examen doen. Maar ik heb 2 fouten veel. 2. Echt, daar word ik zo gek van. Maar ik ga gewoon vanaf nu elke vraag die ik niet goed heb, schrijf ik dan gewoon op. En dan maak ik een map. En daarin zet ik dan al die vragen die ik dit en niet goed heb. En dat ga ik dan de hele tijd weer herhalen. En dan heb ik uiteindelijk alles goed. Zo, nu kan ik alle samenvattingen ook. Die ik allemaal, al deze mapjes en zo. Ik kan dit nu allemaal weggooien. Want dit heb ik allemaal gehad. Nooit meer in mijn leven gewoon. Oh, heerlijk. Dit kan daar mooi in. Ik kan dat met 1... hand. Ja. Perfect. Het kan weg. Nu even mijn bed opmaken. En after. Alles is weer helemaal opgeruimd. Staat netjes. Top. Dus dat. Die tas past nergens anders. Ik ga even mijn plan invullen en dan eindelijk eten. Want hoe laat is het nou? Het is al 9:09. En ik heb honger. Dus snel plan invullen. En dan ga ik eten. En heel veel thee drinken met honing. Want ik kan het niet meer aan. Zo, mijn planning voor volgende week is ook weer af. Trouwens, ik wil jullie heel erg bedanken. Want jullie raden mij, best wel veel tenminste van jullie, raden mij de Garnier Skin Active met thee. Tea tree extract of zo. Die raden jullie mij toen heel erg aan. En ik vind hem echt oprecht al heel erg fijn. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus thank you all. Hij is zeg maar luchtig en dik tegelijk. Dus echt perfect voor mijn huid. Dus op dit moment vind ik hem echt heel erg fijn. Dus dat wou ik nog even zeggen. En nu ga ik echt eten. Ik heb trouwens ook mijn lippen weer helemaal ingesmeerd. Echt, ik zie er niet uit. Ja, dat ga ik je zo laten zien. Ik heb een pakketje ontvangen. En Laurens gaat voor me openmaken. Van Roy the Agency. Je kan die uitspreken. Hoe zeg je dat? Eetje. Oh, niet zo. En normaal word jij boos als ik zo dingen openmaak. Haha. Nou, alsjeblieft. Dank je wel. Wil je het zien? Ja. Kun jij het even filmen? Oh. Zo.
even een mooie agency. Hoe zeg je agency? Agency. En dan heb ik van Smashbox een primer set. Deze is volgens mij €25,60 of zo. €26. Oh, hier staat $22, maar. Dan heb je van allerlei dingen. Ik ga even kijken. Dit is een kerstcollectie van Smashbox. Dat is echt heel mooi. Oeh. Mooi ingepakt. Oké, je hebt dan de Photo Finish Smooth and Blur Primer. Een primer dus. Oeh, een Primer Water Set and Refresh Spray. Ook fijn. En een Photo Finish Primerizer. Wat is dit dan? Een Primer Moisturizer. Oh, dat is ook heel chill. Maar deze heb ik laatst nog nieuw gehaald. Maar dat had dus niet gehoeven. Maak ik hem nu kapot? Nee. Top. Even kijken hoe die sprayt. Yes. Ruikt die ook lekker? Die ruikt wel lekker. Gewoon mun. Oh, dat is niet waar. Oh, nou, top. Heel erg bedankt. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik ga dit zeker even testen. En ik laat jullie allemaal wel even weten wat ik hiervan vind. Ja? Deze drie Smashbox primertjes. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb helemaal niet echt een goede primer, dus. Yes, deze ga ik gewoon even testen. Ik ga even mijn vlog editen. Afediten. Luis gaat even... Wat ga je verder kijken? Darts? Daar. Kamertje mooi. Helemaal netjes. Top. Let's go. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik moet werken van 7 tot 1. Oh, ik voel me echt zo slecht. Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik dacht dat het wel... beter zou gaan, omdat ik me laatst wel beter voelde, maar echt mijn neus dicht, mijn keel is echt niet te doen, gewoon ik kon niet eens ademen en mijn oor doet weer pijn, dus ik was al vanaf 4:15 wakker, dus ik heb een paar uur geslapen, even snel eten en thee maken, dat vanzelf over denk ik dan, dus ik ga nu gewoon strijden deze dag en dan ga ik morgen een beetje rusten. Ik ga morgen nog wel naar oma. Maar dat kan wel. Dus ik hoop dat ik niet te veel de koeling vandaag in moet. Want dat gaat mij niet goed doen. Ik ga snel wat eten en mijn neus snuiten. Opgenomen. Ja, net. Alles is op. Ik heb nog Fanta over. En we gaan nu denk ik naar huis. Dan kan ik ook nog even een beetje nog klaarmaken. En dan moet ik wel weer naar het station. Want dan ga ik met Marit naar Hengelo. Was een leuke mukbang. Ja, en gewoon lekker. Nu zullen jullie allemaal wel een bundel. Maar goed, ik ga even mijn gordel doen. En ja, alles in de prullenbak gooien. Op mijn haar super statisch ook. En ik ga ook wel... hopelijk een beetje redelijk op tijd naar bed. Want ik ben nog steeds zo schor. Ik kan wel normaal praten, maar het doet nog steeds heel veel pijn. En ik wil gewoon beter worden. Ik ga het niet te bont allemaal maken, maar ik ben hier zo blij mee. Het was zo leuk bij de intratuin, zo gezellig. Dus ik ga nu een beetje prutsen en zo. Oh, ik heb een binner. De Clean Blond Violet Toning Shampoo. Deze was in totaal €20, want die heb ik Black Friday besteld. Dus hij was €15, maar ik kwam nog verzendkosten bij op. Dus ik hoop dat dit een fijn is. Ik ga even ruiken. Zo, even lekker warm inpakken mezelf, want het is super koud, het regent. En ik ga nu onderweg naar de bios met Marit. Echt gezellig, maar ik ben wel echt kapot. Ik ga morgen lekker uitslapen. Ik hoop dat het lukt. Aangezien ik vannacht om 4:15 al wakker was. En denk dat ik daardoor ook heel erg moe ben. Omdat ik de hele tijd weer verkouden ben en de hele tijd zeg ik heel erg, je wordt er niet goed van. Want je kan er alleen maar over klagen, omdat het gewoon heel irritant is. Dus dat is super irritant, maar goed. Ja, ik heb even mijn bril op, anders zie ik natuurlijk niks in de bios. Ik heb er heel erg veel zin in. Lekker popcornjes halen met Marit. Ik pak even mijn lader, denk ik. Ja, die doe ik even bij in mijn tasje. Ik ga morgen denk ik ook nog voor ik naar Laurens ga. Of voor Laurens mij ophaalt met de auto. Dit nog, ik heb nu even hier gewoon opgezet. Maar dat ga ik nog even veranderen. Maar dat ga ik dus nog doen, want nu heb ik ook heel lege stop daar. Dus dan moeten ook nog lampjes in en zo, maar dat komt goed. Daar moet nog lampjes in. Nou, we zijn er hoor. Lekker eten hè, meid. Lekker popcornje. En cola en drinken. Ja, weet ik ook niet. Zalm. Drie. Oké. Zin in? Yay, doei. Lekker eten.
Ik ga stuk. We zitten hier. Helemaal alleen. Ik hoop dat het zo wat drukker wordt. Nou Marit, pak je shine op het podium. Doe je ding. Ja, dat is echt mijn ding. Let's go. Zit ik hoor, met mijn bondje. Oh. De helft valt weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik voel me nog steeds niet lekker. Nog steeds niet. Ik denk dat ik maar een keer rust moet pakken. Maar goed. Ik ga straks naar oma. Ik ga wel gewoon naar oma, want vorige week konden we ook al niet. Oh my god. En ik wil nu wel gewoon. Ik kan mijn oma ook wel eens eraan doen. Ik hoop dat je me überhaupt verstaat. Dus om 1 uur gaan we ongeveer bij oma zijn. Dus ik denk dat Laurens rond 12:30 mij komt ophalen met de auto. En dan gaan we gezellig daarheen. Ik ga de vlog niet, of mijn camera niet meenemen, want ik wil gewoon even gezellig met oma zijn. En gewoon, weet je wel. Ik ga dan niet de camera de hele tijd erop houden. En de vlog is volgens mij ook wel aardig lang. Dus dat gaan we gewoon even skippen vandaag. Aangezien ik toch niet helemaal lekker ben. Deze vlog was ik aardig wisselvallig qua ziek. En toen dacht ik dat ik weer beter was. En toen was het de volgende dag gewoon weer erger. Nee, ik kom niet eens meer aan mijn woorden. Dus ik ga proberen vanavond en zo ook weer op tijd naar bed te gaan. En gewoon een beetje rustig aan te doen. Maar ik ga wel gewoon naar school zo alles. Dus nou ja. Dat gaat vanzelf wel weer over, hoop ik. Maar dat denk ik eigenlijk al een week. Oké, ik ga even lekker douchen, tanden poetsen. Ik was al 7:45 wakker. Ik kon gewoon niet slapen. In ieder geval lekker douchen, mijn haar wassen. En voor nu sluit ik ook de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Jullie tot de volgende week vlog. En voor als je nieuw bent, abonneer zeker op mijn kanaal. Ik ben niet altijd ziek. Ik ben nooit ziek. Dus dit kom je denk ik ook niet heel vaak meer te zien. Hoop ik. Ja, ik ga snel douchen. Bye bye. Tot de volgende video. En bedankt voor het kijken.